Ja, het gaat vanavond dus over vluchtelingen. En ik wil eigenlijk in drie thema's bespreken. A, waarom komen de vluchtelingen uit hoofdzakelijk Afrika en de Arabische wereld naar Nederland en naar Europa? De tweede vraag is, hoe kunnen we in Europa de vluchtelingen opvangen? Is daar voldoende ruimte en geld voor? En de derde vraagstuk is, hoe reageert de politiek? Hoe is het de racisme wat zich dus tegen de emigratie verzet? Hoe kunnen we dat het beste tegengaan? Eerst plaats dus het onderwerp. Ik wou iets over de geschiedenis vertellen. In 1884 vond de Afrika-conferentie plaats in Berlijn onder leiding van Bismarck. Dat was het moment dat de slavernij op zijn einde liep. Sommigen zeggen dat kwam dus door grote humanistische bewegingen in Europa. Maar in werkelijkheid was de slavernij overleefd. Het was niet rendabel meer. En men had hele andere vormen van uitbuiting ontdekt. Men moest namelijk de grondstoffen uit de derde wereld halen. En daar was Afrika een belangrijk object voor. Tijdens dat verdrag werd het Afrika verdeeld door Duitsland, Frankrijk, Engeland, Portugal en België. België was destijds het tweede industriële natie van de wereld, naast Engeland. Het was nog groter dan het Ruhrgebied, het moest allemaal nog opkomen. Afrika werd dus met lijntjes op de atlas in elkaar gezet. Lijnen die dwars door alle mogelijke volkstammen en religieuze groepen heen gingen. Wat op zichzelf al tot verwarring leidde. Maar dat verdrag dat hield in dat die stukken door Portugal, Mozambique en Angola. Afrika, Noord-Afrika werd in Frankrijk toegestaan en Kenia en Zuidwest-Afrika en Cameroen kwam in Duitse handen en de rest kwam allemaal in Engelse handen. Dat heeft tot, ik wil niet op alle drama's ingaan, ik wil alleen twee drama's noemen die dat met zijn gevolg had. Het grootste drama is natuurlijk Congo. Dat werd niet door de Belgische regering overgenomen, maar door de koning van België, Leopold, die het als een persoonlijk bezit bevatte. Op het ogenblik vindt in België daar een grote discussie over deze periode van de verplichte, aan de Congolese verplichte opgelegde rubberverwerking. En het gevolg daarvan is geweest dat in de Congo genocide heeft plaatsgevonden die tweemaal zo groot is als die van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn naar schatting, dat vindt op het ogenblik in de België grote stukken, 10 miljoen Congolezen om het leven gekomen. Grotendeels zijn ze ook nog verminkt, met handen afgehakt. Dat is een verschrikkelijke affaire geweest. En op het ogenblik in het grote Afrika Museum in Tervuren, waar ik geweest ben, vindt daar dus een discussie plaats over hoe we dat nu eens eindelijk duidelijk uit de doeken moeten gaan doen. Het tweede drama is natuurlijk in Noord-Afrika, waar in 1912 dus onder Abdul el-Krim de Berbers in opstand kwamen. Die hebben eerst 5000 Franse troepen verjaagd, hebben de Vrije Berbische Republiek uitgeroepen en dat werd niet gepikt. Vervolgens is er een opmars gekomen, verschrik niet, van 400.000 Franse Franse en Spaanse groepen hebben die opstand moeten onderdrukken. Dat is pas in 1924 gelukt, dankzij de inzet van veel gas. Er werden grote gasaanvallen gedaan op de Berbers. Dat is even de achtergrond van wat er in Afrika allemaal zich heeft afgespeeld. En waarvan we moeten realiseren dat de nazaten daarvan allemaal op het ogenblik onder ons leven. En sommigen dat zelfs in hun familie nog direct hebben meegemaakt. Zo'n Zwarte Piet discussie is daar een levend voorbeeld van. Dan krijgen we Afrika. En dan krijgen we dus het Midden-Oosten. Vroeger heette dat Nabije Oosten. Wordt tegenwoordig Midden-Oosten genoemd.
Daar moeten we het document Macon McMahon, dat was de hoge commissaris, de Engelse hoge commissaris, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1915 in correspondentie trad met Hussein Ben Ali. Dat was de sharif, de sultan van Mekka. Hij zei, als jullie als Arabieren in opstand komen tegen Turkije, dan zullen we alle steun zullen we verlenen. Dat is 1915. Daar vond dus een discussie plaats. En in die discussie heeft McMahon beloofd dat de sheriff, de sultan van Mekka, zou gaan over een groot Arabisch eensgezind rijk. Dat is 1915. In 1916, een jaar later, achter de rug om van deze afspraak, komt de Franse diplomaat Picot en de Engelse diplomaat Sykes, Picot Sykes, in Londen bij elkaar en gaan vertellen over hoe zij de Arabische wereld gaan verdelen tussen Engeland en Frankrijk. Achter de rug om van de sultan van Mekka. De Arabieren kwamen dus in opstand, beter Lawrence of Arabië. Die hebben dus die opstand geleid en met succes. Midden in deze strijd, die door de Arabieren werd gewonnen, vond er een gesprek plaats tussen de Engelse regering en Baron Rothschild. Baron Rothschild is dus een miljardair in Engeland en hoofd van de Sionistische beweging. Ze hadden dus in de Tweede Wereldoorlog heel veel geld nodig om de oorlog te financieren. En Baron Rothschild die vond dat een uitstekend idee om die financiering te doen, maar eiste daarvoor dat de Joden in Palestina een tehuis zouden krijgen. En in de dat is de Balfourverklaring, waarin dus wel nadrukkelijk werd vastgelegd dat de rechten van de Palestijnen niet geschonden mochten worden. Het ging niet om het vestigen van een staat Israël, maar om een tehuis voor Joden in Palestina. En Palestina zou dus voorlopig onder het protectoraat van Engeland blijven. Nou, dan is de oorlog afgelopen. En dan denken dus de Arabieren denken dus hun eigen Arabische Rijk te krijgen. En dan wordt het verdeeld. Van twee hoofdlijnen. De Engelsen krijgen dus de lijn Basra, Bagdad, Mosul als Irak. En de Fransen krijgen de lijn Damascus, Beirut, Homs en Aleppo. Dus Syrië. En Palestina werd onder het protectoraat van Engeland. Dat leidde natuurlijk in het jaren 1918-1919, na het einde van de Eerste Wereldoorlog, tot grote verontwaardiging onder de Arabische bevolking. Moet je je voorstellen, de grote bevolking van Syrië die werd plotseling opgezadeld met een Faisal. Koning Faisal werd dus door de Engelsen neergezet in Syrië. Er kwam dus in Syrië een opstand, die werd gedeeltelijk door de Fransen gesteund, en koning Seyfal moest verdwijnen, die verdween naar Engeland. God zegt Engeland, wat moeten we die met hem doen? We maken hem tot koning van Irak. En zo werd Faisal koning van Irak genoemd. Toen kwamen dus de Irakezen in opstand, wilden allemaal als Arabieren zelfstandig hun landen gaan besturen. Dat is verschrikkelijk geweest. Want koning Faisal werd daar benoemd in Bagdad. En de Koerden en de Shiiten en de Soenieten in Irak kwamen gezamenlijk in opstand tegen Faisal. Dat is door de Engelsen onderdrukt met de allergrootste gasaanval die in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Er zijn in Irak meer dan 5000 mannen en kinderen met gasaanvallen om het leven gekomen in de jaren 22-23. Het is dat u dit allemaal weet om de achtergrond van de haat die er in die wereld is tegen alle mogelijke instellingen die hier braaf de democratie proberen te populariseren. Dan gaat de Tweede Wereld eroverheen. En dat wordt natuurlijk nog erger. In de Tweede Wereldoorlog komt Algerije in opstand. Vietnam komt in opstand tegen de Fransen. Kenia komt de Mau Mau komt in opstand. Overal breken revoluties uit en die worden, soms slagen ze, soms worden ze met een enorm geweld onderdrukt.
oorlog in Vietnam. En in de oorlog in Algerije zijn de Fransen dus uitgeslagen. Ik moet nog iets zeggen dat in 1925, dat is ook wel even om op te merken, is dus naar aanleiding van die verschrikkelijke gasaanvallen, is dus een conventie in Genève gesloten in 1925 om te verhinderen dat gas in oorlog wordt gebruikt. Dat verdrag is door bijna alle landen in de wereld ondertekend. Het verdrag was nog niet getekend, of Churchill zei een uitstekend verdrag, maar het geldt alleen maar voor beschaafde volkeren. Dus gas mag tegen elk volk wat niet beschaafd is, in de ogen van de beschaafde volkeren dan, mag worden gebruikt. Dan krijgen we de grote omkeer. In 1956 wordt koning Farouk in Egypte verjaagd door Naguib en Nasser. En begint de nationalisatie van het Suezkanaal door de Egyptenaren. Dat pikken de Engelsen en de Fransen niet. Ik wil u erop wedmaken dat in 1956 de oorlog tussen Israël aan de ene kant, Frankrijk en Engeland aan de andere kant, tegen Egypte, is de omkering geweest in de wereldpolitiek. Het einde van Engeland en Frankrijk als grote wereldmachten. Want wat gebeurde er? Die aanval vond plaats op Port Said. Ze landden daar, slachten een hoop Egyptenaren af. En toen gebeurde er iets heel vreemds. De Sovjet-Unie, destijds de Sovjet-Unie, zei: als jullie niet uit Egypte waren weggaan, dan zullen we Parijs en Londen met atoombommen bombarderen. Hoe kon de Sovjet-Unie dat bedreigen? Die macht had ze eigenlijk niet. Hoe kwam dat? Dat komt omdat de Verenigde Staten eigenlijk zijdelings toekeek. En deze druk uitstekend vond om zelf een poot te kunnen krijgen in het Nabije Oosten, in het Verre Oosten. Het is ook zo gelopen. De Engelsen en de Fransen hebben zich teruggetrokken. Iedereen moest aftreden en het Suezkanaal werd genationaliseerd. En de Fransen en de Engelsen zijn als wereldmacht op dat moment ten einde gekomen. Ik wil ook verwijzen dat natuurlijk de afschuwelijke toestand in Iran, waar we dus eerst nog Mossadegh gehad hebben, die als burger de olie ging nationaliseren, de Anglo-Iranian Oil Company nationaliseerde. Dat werd door de Amerikanen en de Engelsen natuurlijk absoluut niet geaccepteerd. En daar is ook iets heel naars. Toen heeft Amerika Saddam Hussein van Irak, ik moet eens even zeggen dat Irak natuurlijk al een revolutie heeft plaatsgevonden, want de familie Faisal is in Bagdad compleet uitgeroeid. De hele familie is in het paleis uitgeroeid door de Iraanse republikeinen. Maar toen was dus Saddam Hussein, ook niet zo'n frisse man, die was aan het bewind en die liet zich door de Amerikanen ophitsen tegen Iran, omdat de olie dreigde verloren te gaan van Iran. Deze strijd is door Amerika gestimuleerd. Die heeft Saddam Hussein met volle hoeveelheid wapens bewapend om die strijd tegen Iran te kunnen voortzetten. Nou, dat is gebeurd. Mossadegh werd tot aftreden gedwongen. De Shah kwam aan het bewind. Er werd een volkomen uitbuiting van het ongelofelijke aard. Grote juwelen, misschien kunnen we nog herinneren, de luxe grote tuinfestivalen en tenten, feesten die er werden gehouden. Er kwam een opstand. En toen kwam dus de Ayatollahs, die kwamen aan de macht. En die gingen de olie ook nationaliseren. Vandaar de haat van de Verenigde Staten, weer opnieuw ten opzichte van Iran. Al deze manipulaties, die hebben dus het volgende beeld gegeven. En daar begint eigenlijk de ellende. Toen heeft dus Irak met Amerika overlegd: kijk, we hebben al zoveel gevochten tegen Iran. Wat is onze beloning? Wij willen eigenlijk wel een stuk Kuwait hebben.
daar zit ook een hoop olie. De Amerikaanse, en dat is een heel gemene zaak, de Amerikaanse ambassadrice in Bagdad heeft zijdelings tegen Sadat Hussein gezegd, nou, daar zit wel wat waarheid in. En toen dus de oorlog met Irak begon, kwam Amerika in opstand, want dat was een aanval op de onafhankelijkheid van Kuwait. En toen zijn ze dus een oorlog begonnen in Irak. Die oorlog is permanent bijna geweest, ook met allerlei onwaarheden en zo wordt het bekend. Zo is dus een beeld gegeven van de achtergronden van enorme ellende en ruzies die er in het nabije oosten hebben plaatsgevonden op alle mogelijk gebied. En die tot op de dag van vandaag doorwerkt. En er is nog een ander ding. Dat is de ecologie. De woestijnvorming in het Midden-Oosten en in Afrika schrijdt steeds verder voort. Die woestijnvorming heeft zich heel erg afgespeeld in Syrië, waar duizenden en zelfs wel honderdduizenden boeren zonder enige vorm van inkomsten vluchten naar de oostkanten van Damascus en Aleppo en waren volkomen radeloos van honger. En daar zijn ook de opstanden tegen Assad begonnen. Het is ook voor een deel de ecologische ellende die zich daar in dat gebied hebben afgespeeld, die een oorzaak hebben van deze eindeloze oorlogen, onderdrukkingen, honger, ellende. En die dus zowel uit Afrika als van het Nabije Oosten een stroom van terechte vluchtelingen naar Europa tot gevolg hebben. Er is nog een punt. Dat is natuurlijk de moderne technische ontwikkeling. Dat mobieltjes die gaan tot het diepste oerwoud door. En zijn dus in staat beelden te geven van het welzijn in de westelijke wereld. Die de mensen denken, ja, waarom moeten wij altijd in deze vormen leven? We gaan daar naartoe. Dat is heel algemeen, er zijn duizenden dingen meer over te vertellen, een beeld wat we krijgen uit Afrika en het Midden-Oosten als basis voor een stroom van vluchtelingen. Europa telt op het ogenblik 500 miljoen inwoners. En dat telt, Europa is op 25% van de wereldbevolking. In het jaar 1960, als deze ontwikkeling zich voortzet, heeft Europa nog slechts 7% van de wereldbevolking. De groei van de derde wereld is fabelachtig en vreemd uit Afrika. De beroepsbevolking is in het jaar 2010 61% van de bevolking die werkt. Ouderen, invaliden, kinderen vallen er buiten. In het jaar 2050 is dat al 50%. Zo daalt de werkende bevolking. De totale bevolking van autochtone mensen die is in heel Europa aan het teruglopen. En de terugloop wordt alleen geremd door de import, door de invoer en het inbinnenkomen van vluchtelingen. Alleen Albanië en Ierland zijn de enige twee Europese landen waar de bevolking nog groeit uit zichzelf. Alle andere landen waar nog een lichte groei is, namelijk in West-Europa, wordt de groei veroorzaakt door de binnenkomst van immigranten. In Oost-Europa, zelfs met een gedeeltelijke immigrantie, loopt de bevolking sowieso terug. De gemiddelde leeftijd van Europa is 42,6 jaar en van een immigrant 27,5. Wat is dus duidelijk? Als er niet voldoende immigranten naar Europa kwamen, dan loopt de bevolking steeds verder dood. Bovendien, we zien het nu al. Ik ben patiënt bij de VU. Ik ben al 2 keer in de VU geweest. Het is
overwegend verplegend personeel, alle mogelijke instellingen worden geholpen door mensen met een niet-westerse achtergrond. Dan wil ik iets zeggen over de betaalbaarheid. Het is onbetaalbaar. Ik wil één cijfer noemen. In Nederland betaalt de onderneming betalen in Nederland 21,5 belasting. Europees niveau is 25% belasting. Als de Nederlandse belasting verhoogd wordt op Europees niveau, levert dat per jaar op 7 miljard. Waarbij dus alle problemen die we hebben in het niet zijn. En nou tot slot toch iets over de politiek. Ja, want het gaat natuurlijk ook over politieke onderwerpen. Hoe ontstaat nou deze weerstand tegen de immigratie? Want dat is natuurlijk verschrikkelijk. We ontkomen niet aan het feit dat het bericht van men neemt baantjes af, men neemt woningen af, enzovoort. In werkelijkheid is het angst voor het vreemde. Het verborgen racisme, wat een grote rol speelt. En hier wil ik in het algemeen iets zeggen. Hoe komt de opkomst van alle mogelijke rechtsradicale en fascistoïde groepen in Europa, hoe komt dat stand? Dat is volgens mij een gevolg van de Koude Oorlog. In de Koude Oorlog is het beeld wat we van de Tweede Wereldoorlog kregen, een gezamenlijke verzet van alle groeperingen in Europa tegen het fascistische leger van Hitler en Mussolini, tegen alle mogelijke fascistische groepen, SS-groepen die in alle mogelijke landen. Het was een strijd tegen het fascisme. Hoe is dat omgedraaid? Heel langzaam zien we in Europa de mening kantelen. En als je het toch nog leest, dan is die Tweede Wereldoorlog eigenlijk een oorlog tussen twee naties geweest, die alle twee wel wat fouten gemaakt hebben. Ik wijs jullie op de serie van Van Liemt op de tv over de Tweede Wereldoorlog. Dan zie je hoe alles goed gesproken werd. En hoe langzaam de strijd tegen het fascisme verandert in een oude oorlog, zoals het altijd geweest is. Maar dat is niet zo. Het ging tegen het fascisme. Dat is teruggetrokken. Het racisme zit diep. Beste mensen, ik was 12 jaar, 80 jaar geleden, toen ik collecteerde in de Kinkerbuurt voor de invoer van Joodse vluchtelingen. Ook toen al werd er door Colijn gezegd, dat kan niet. Dat geeft repercussies, daar krijg je reacties op. Want mensen gaan de banen innemen, dat is al zo oud als de wereld. En het erge is dat ook in onze eigen kringen, onze eigen linkse kringen, tendensen zijn voor terug te trekken. Sommigen hangen zich op aan een kreet van Sarah Wagenknecht in de SP van Duitsland, die een idee heeft om het socialisme te gaan verbinden met een soort modern nationalistische anti-immigratiebeweging, om die groep van wat wij noemen dan Wilders, of om daar een beetje mee te nemen. Dat is levensgevaarlijk, want je legt daar eigenlijk daarop toe. Want wat zeggen die lui? Oh, kijk eens, dat hebben wij al lang gezegd, zie je. Nou komen zij ook tot die opmerking. Nee, we moeten blijven onafgebroken en duidelijk opkomen voor een humaan, duidelijk verenigingsbeleid en opkomen tegen elke vorm van racisme en discriminatie. Dat wou ik voor zeggen. Sorry.